Het Leger des Heils Suriname houdt dit jaar voor de 93ste keer haar reguliere geldinzamelingsactie. De start was vanmorgen op het KKF-beursterrein. Jaarlijks doet een Surinaams bedrijf de eerste schenking. Dit jaar was het de beurt aan de Hagrenbank. Directeur Jimmy Boussaid overhandigde de eerste cheque ter waarde van 10.000 SRD. Hij deed ook een persoonlijke schenking aan de religieuze sociale organisatie. Tijdens de kerstpottenactie wordt de gemeenschap gevraagd geld te doneren om de vele senioren burgers, minder valide en minder bedeelden, ook een mooie kerst te bezorgen. Van het ingezameld geld worden levensmiddelen aangeschaft om aan personen die zich vooraf hebben geregistreerd een levensmiddelenpakket te schenken. De Hagrenbank ondersteunt het project graag omdat ze weet dat velen in de samenleving het heel moeilijk hebben, zegt directeur Boussaid. Ik denk dat het een goede zaak is dat het Leger des Heils in deze periode ernaast streeft om ook de minder bedeelden in de samenleving. En we weten dat veel mensen in Suriname het heel moeilijk hebben om ook te zorgen dat die mensen ook een goed kerstfeest hebben. Moeilijk is een relatief begrip, we hebben allemaal onze problemen, maar als je kijkt naar wat er jezelf vergelijkt met de gemeenschap, maar ook internationaal. Ik kijk s'avonds vaak naar het nieuws en dan zie je om een voorbeeld te noemen, de ontheemden in Myanmar. Weet je, als je ziet welke ellende die mensen meemaken, dan denk je eigenlijk dat jouw eigen problemen toch wel best wel meevallen. Dus ik wil hiermee zeggen dat we dat beroep dat het Leger des Heils doet op onze solidariteit, dat we dat beroep royaal honoreren, omdat anderen echt in vergelijking met velen van ons het veel slechter hebben getroffen. Ook Jack Uden, directeur-eigenaar van Jack Tours, deed een bedrijf zijn persoonlijke schenking. Evenals de Haitiaanse consul-generaal Alex Jospiter. Het Leger des Heils hoopt dit jaar het dubbele te krijgen van het bedrag dat zij het afgelopen jaar mocht ophalen. Nancy de Randami, voorzitter van de adviesraad, riep de samenleving op om ondanks de economische crisis toch te denken aan haar medemens. Dat ik u wil oproepen tot uw solidariteit met zij die niet hebben. En dan denkt hij, zij die niet hebben, ik heb zelf al de helft minder dan vorig jaar. Maar u heeft wel. Hoe kunt u bijdragen als u denkt van ja, maar ik wil mij en mijn gezin ook een mooie kerst bezorgen. Hoe ga ik dat nou doen? Misschien kunt u dat biertje dat u vandaag had willen kopen laten staan en in plaats daarvan in de kerstpot doen. Of die snack die u had willen kopen bij een van de vele bekende snackhuizen laten staan en dat geld in de kerstpot doen. Of dan je sigaret of die lotto die je had willen kopen. En dat geld in de kerstpot doen. En daar heeft u al uw bijdrage geleverd. Op allerlei manieren kunt u toch kijken, ondanks dat ook uw portemonnee geslonken is, hoe u zij die echt niet hebben, en kijkt u maar in de straten om u heen, vooral in downtown Paramaribo, zij die echt niet hebben, ook een mooie kerst te bezorgen. Want daar gaat natuurlijk uiteindelijk het hele gedachte van kerst om. Nancy de Randami, voorzitter van de adviesraad van het Leger des Heils Suriname. Ze sprak vanmorgen tijdens de start van de jaarlijkse kerstpottenactie van het Leger des Heils op het KKF-beursterrein.